bij Follow Your Dream hier in het Brest Theater. We maken vandaag een uitzending met Lenneke Mietes voor Link Media. Mijn naam is Nathalie Lemmen en wat fijn dat we hier te gast mogen zijn. Eerst eventjes al dit. We zitten hier op het podium en niet daar in de stoelen van het publiek. Dit is waar jij wilde zitten. Klopt. Vertel. Ja, ik ben, als ik er goed over nadenk, en dat moest ik even heel erg net, van jou. Ja. Dan is dit mijn territorium. Dit is het, de vloer, ja. De spotlight. Ja. Ja. Het speelvlak. Het speelvlak, de performer. Performance is mijn ding. We gaan de komende kwartier ongeveer gaan we eens even lekker kijken naar jou en luisteren wat jij te brengen hebt als Lenneke Mietes. En ik wil heel graag beginnen bij jou als 8-jarig meisje. Hmm. Wie was je? Hoe was je? Ik was wild. Oké. Okay. Ik was onstuimig. Ik was in your face, ongebreideld. Ik was ontembaar. En zou je dat zo omschrijf je jezelf? En hoe zou jouw omgeving je omschrijven op dat moment? Hetzelfde? Ja, ik denk het wel. Ik was een wilde bras. Ik klom in bomen. Ik was vooral bezig met wat de jongetjes deden. En dat ging ik dan vervolgens, daar ging ik dan ver overheen met mijn bravoure en mijn gestunt. Ja. Ik was een clown, ik was een acrobaat, ik was een atleet. Ik was ook toen al choreografe en maker. Viel je op in de klas op een verjaardag? Ja, ik was ad rem en ik vond het lolletje wel leuk en ik daagde ook wel graag uit. En ja. Ik vond de gevestigde orde, vond ik Heilige Huisjes al van jongs af aan super interessant. Heilige Huisjes? Ja, en hoe was het thuis? Thuis was... goed, was intrigerend, was complex, ook niet altijd even makkelijk, was heel rood. Ja. Ik kom uit een heel rood nest. Kan je dat even omschrijven? Ja, mijn vader is een ras Marxist. Oké. Dus zo rood, politiek ja. Rood. En... ja, kon wel flink uit de hoek komen als het ging over het communisme en hoe het sociale aspect van de maatschappij eigenlijk steeds onderbelicht werd. En daar kon nog veel meer aandacht aan gegeven worden. En dat een strijder, het klinkt als een strijder. Ja, activist. Ja. Ja, hij was geen gematigde... hij was zeker niet gematigd en ik denk dat dat ook wel mijn vuur... En mijn skepsis voor Heilige Huisjes heeft... Dus het heeft je gevormd? Ja. En wie was je vader voor jou? Mijn vader was een pedagoog. Ja, was wel een educator. Ik denk vooral een educator, nog meer dan een pedagoog. Hij hielp mij en mijn tweelingbroer op het gebied van sport. Vooral, ik was een turnster, ik was een acrobate. En mijn vader hielp dan wel bij de lastige dingen. Kan je een voorbeeld geven? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou ja. Tot ver op de dansacademie heb ik daar moeite mee gehad. Ik kon niet goed de connectie maken tussen mijn kruin en mijn staartbeen. Okay. Dat heet kop-staart connectie. Maar dat leer je allemaal op de dansacademie. Of fysiotherapie, denk ik. En ik kreeg het maar niet onder de knie. Ik kon het niet... in relatie met elkaar kon ik het gewoon niet plaatsen. Waardoor ik bij een handstand doorrol... Ja. Kaart op mijn rug viel. Maar ook echt gewoon de hele tijd, standaard. Okay. Ik kreeg het ook niet... Ik kreeg gewoon niet gewoon dit... Ging niet. Van zo'n één blok, één massief blok. En mijn vader zei, ik pak hem het gras. Ja. Van een van de bedden. En die leg ik beneden op de woonkamer en wij gaan net zo lang oefenen totdat jij dit kan. En zat daar hulp in? Of zat daar misschien wel het niet kunnen verkroppen dat jij zo aan het struggelen was? Of zat daar prestige in? Ja! Want je kan hem op heel veel verschillende manieren invullen. Ik durf te zeggen dat mijn vader echt wel heel erg bezig was om die mogelijkheid te ontsluiten. Die kon het...
dus niet zozeer voor hem, maar wel echt voor mij. Jou. Ja. Niet begrijpen dat iemand die zo goed, zo gepassioneerd kon bewegen. En daarin ook best wel wat verfijning en bravoure. En misschien een... Nee, die verfijning was er dus blijkbaar niet zo goed. Dus ik denk dat mijn vader ook dacht, ik ga haar helpen in die verfijning. Ja. Dus dat is echt wel hulp. Ja, ja, denk ik wel, denk ik wel. Ja. Mooi. En hij vond het leuk als ik mooie prestaties leverde. Ja. Maar dat was niet... Ouderlijke trots. Het belangrijkste. Ouderlijke trots. Ja. Als we een... jij droomde dus als... nee, jij was buiten. Je was een wilde bras. Mm. Maar zat er ook een droom? Zeker. Ja, ook weer iets wat mijn vader in huis bracht. Dat is heel mooi, hè? Dat je merkt dat je vader zoveel... Ja. Zo'n stempel heeft gedrukt. Ja. Kate Bush... Hij bracht Kate Bush de LP. Oh, echt? Ja, de LP. En toen ik haar eenmaal hoorde, toen dacht ik... Nee, nu kan ik gewoon niet meer stoppen. Net als de rode schoentjes. Ja. Ik moest dansen. Ja. Dus ik heb die plaat, The Greatest Hits van Kate Bush, heb ik grijs gedraaid. Grijs. Ik kan nu, als je mij nu die kraak laat horen van de plaat, weet ik precies welk liedje op gaat komen. En zij heeft die performer in mij aangewakkerd. En de manier waarop zij... melodie en die beweging. En dan Tchaikovsky, de klassieke muziek die mijn vader ook binnenbracht. Dat was een gouden combinatie. Daar ontstond de droom dat ik iets met beweging moest gaan doen. Iets met beweging moest gaan doen. Mm-hmm. Moest, ja. Ja, van jezelf. Je hebt hier op het Maarland College gezeten. Klopt. En dan sta je op een... dan moet er een keuze gemaakt worden. Dan ga je studeren. Wat heb je gekozen? Twee dingen. Ik zat toen op twee sporen. Ik wilde dansen. Ja. Ik was toen al 2 jaar bezig om daar echt serieus ook een opmaat naar te maken. Naar een echte dansopleiding. Dus dat lukte ook gelukkig. En toen dacht ik, volgens mij willen mensen ook graag dat ik een vak, echt voor een vak ga leren. Oh. Ja, en toen ben ik ook nog eens Nederlands recht gaan doen. Bij elkaar? Ja, naast elkaar. Ja. Dus een voltijdse dansopleiding en een deeltijd Nederlands recht bij de Erasmus Universiteit. En was dat omdat je voelde, dit is wat ik moet doen? Of was dat waar je ook zelf in geloofde? Om dat beide te doen? Ja. Ja, ik liet mij ook wel graag uitdagen door te denken, hè, als we weer terug gaan naar die heilige huisjes en de ontembaarheid en de wildheid, dacht ik, we hebben niet voor één gat vangen. Nee, ik ben geen standaard danser, ik kan ook nog goed nadenken, ik heb best wel leuke cognitieve vermogens. Laat ik daar maar wat mee doen dan. Heel leuk. Ja. 'S Avonds naar de Erasmus Universiteit, op mijn Mexicanotjes en mijn blikje cola light. Ja, dat was je avondeten. Dat was dan mijn avondeten, ja. Heel snel in die metro. Huppakee. Ja. En toen? Toen was je klaar? Ja. Lag de wereld aan je voeten? Of was het... Nee, de wereld lag niet aan mijn voeten. Ik dacht, wat ga ik nou godsnaam aan mezelf doen, joh? Ja. Ik dacht, nou mooi, een leuk, een dansopleiding. Ja, kon je een vinkje achter zetten? Onafgemaakte Nederlands rechtsstudie. Oké. Goed, echt de banen liggen voor het oprapen nu. Oei. Ik voelde in de choreografieopleiding die ik ben gaan volgen, voelde ik wel, ik moet nog iets op een... ander vlak gaan doen. Ja. Moderne dans, codarts is abstract, is een abstracte dansvorm. Moderne dans, daar komt wat bij expressie bij kijken. Maar het ging allemaal heel erg om de virtuositeit. Codarts is virtuositeit. Dat was toen heel erg hot daar. En ik dacht, ja, maar ik wil ook veel meer over expressie leren. Wat is beweging dan? Waarom bewegen we? Wat zegt dat dan? Want een pirouette op zich, 10 pirouettes kunnen draaien, is best mooi. Maar wat zegt het nou eigenlijk? Wat is de betekenis? Wat doet het met iemand en wat wil je daarmee vertellen? En toen ben ik naar Londen gegaan. Dus ik heb eigenlijk mijn existentiële angst heb ik uitgesteld door nog even naar Londen te gaan. Ja. Maar dat was daar moest ik naartoe. Dat was trouwens wel een ongelooflijk spannende periode. Ik had 2 studiebeurzen aangevraagd. De eerste studiebeurs die kreeg ik gelukkig toegewezen. Dat was een leuk, significant bedrag, maar dan was ik er nog bij lange na niet. En mijn ouders hadden al lang gezegd, ja, nu moet je het toch even zelf gaan doen. En ik dacht, nou, kan ik. Ik kan dat wel. Toen kreeg ik een afwijzing van een ander fonds.
Ja. Toen ben ik heel snel teruggegaan naar het ene fonds om te zeggen... Nee, toen ben ik naar dat ene fonds dat mij afwees, ben ik teruggegaan. Toen ik gehoord had dat een ander fonds mij wel geld had gegeven, had ik gezegd... Ik heb wel geld gekregen inmiddels van het andere fonds. Oh, dat verandert de zaak. Want dan is er blijkbaar fiducie in... Ja. Dan hebben ze blijkbaar een idee dat jij dus wel geld zou moeten krijgen voor die studie. Oh, we gaan nog een keertje even met elkaar om de tafel. Oké. Okay. Oh, nee, maar jij krijgt nu van ons ook geld. Wij denken dus wel dat jij die kant op moet. En dat was fantastisch. Maar dat is omdat jij die extra stap hebt gezet. Ja. Zeker. En als je eventjes, voordat we naar de Lenneke van nu gaan, dan praten we nu over je periode zo van 8 jaar opgroeiend naar studie. Eigenlijk allemaal vrij beheerst en wel geregeld ook, hè? Want dat is ook hoe we allemaal opgroeien. Het maakt niet uit welke kant je op gaat. Jij gaat naar de performance en de danskant. Iemand anders kiest een andere richting. Maar het ligt allemaal redelijk in hapklare brokken voor ons. Uitgestippeld, ja. En als je terugkijkt, was het ook allemaal zo hapklaar en het ging? Of zat er nog ergens een flinke hobbel in de weg? Misschien ook iets wat jou enorm gevormd heeft? Ja, wat mij best wel heel erg gevormd heeft. Maar dat heeft zich allemaal eigenlijk in mijn tienerjaren, in mijn puberjaren, heeft zich dat voltrokken. Yeah. Nee, ik had toen niet een heel fijn zelfbeeld. Oké. Okay. Ik was toen ik ging echt enorm gebukt onder een enorme twijfel, zelftwijfel. Ja. Waar ik nog steeds door geplaagd kan worden. Ik kan goed aan mezelf twijfelen. Ja. Al lijkt dat niet zo. En dat heeft zich toen wel geopenbaard in toch ook wel echt een vette confrontatie met mezelf. Waardoor ik mezelf wel een beetje kwijtraakte even. Ja. Dat is pittig. Ja. Dat kan heel eenzaam zijn. Was het. Dat geloof ik meteen. Hmm. Was er ook iets of iemand wat jou daar doorheen heeft geholpen? Ja, Brad Pitt. Niet Johnny Depp. En Leonardo DiCaprio. Ja. Posters op je muur. Mijn droom. Mijn droom, ja. Die fixatie op die stip aan de horizon. Dus dat, ondanks een moeilijke tijd, heeft dat... Ik wist dat ik daar naartoe moest. Ja. Ja, mooi. Als we een sprong maken naar het nu, dan ga ik even beginnen met eigenlijk het volgende. Brille danst hoop. Mm. Neem ons even mee in een prachtige voorstelling. 7 en 8 december, hier in het Brest Theater. Wat staat er dan te gebeuren? Ja, dan gaan jullie iets geweldigs zien. Dan wordt er een hele mooie dansvoorstelling hier neergezet onder leiding van Marjolein Breuring. Ja. Aangezwengeld door Jos van Oost van Rough Road Studio. Het is een typisch Voorns dingetje. Wij hebben dansers all over the place, vanuit heel Voorne putten eigenlijk. En wij zetten iets... Ja, we zetten gewoon iets heel moois neer. Marjolein Breuring heeft het thema helemaal uitgeplozen. Heeft echt in de nuance. In het kader van 450 jaar, hè? En die vrijheid en wat het betekent. Ja. Op persoonlijk niveau, wat is vrijheid nou? En hoe verhoudt zich dat tot onvrijheid? En of, nou ja, het is mooi. Individu, groep, in jezelf, buiten jezelf. Dans. Ja, en dan in dansvorm. Ja, ja, en dat is toch wel uniek. Mm-hmm. Eventjes in deze regio om weer eens een echte dansvoorstelling te zien waar je zelf in meedoet. Ja. Voor mijn gevoel ben je dan je liefde en je passie aan het beoefenen. Mm-hmm. Maar dat zijpelt eigenlijk ook door in je dagelijkse werkzaamheden. Mm-hmm. Want behalve dat je danst, zou jij eens eventjes, en dat is een uitdaging van jou, eens even op je vingers willen opnoemen wat jij gemiddeld in een week doet aan werk. Dus hè, mensen die, er zijn ook gewoon mensen die stappen in de auto en rijden naar een kantoor en werken voor een bedrijf en gaan weer naar huis. Mm-hmm. Jij hebt een hele andere weg gekozen, onder andere met je passie voor dans, voor eigenlijk alles in die spotlight. Maar ook jij hebt gewoon werkzaamheden. Noem ze eens op. Het is, het is een rijke weekplanning. Dat is het zeker. Ik ga het binnen jouw vorm doen. Doe het. Op de maandagavond dan geef ik pilateslessen. Pilates. Op de dinsdagavond geef ik toneelles. Toneel. Op de woensdagochtend pilates, maar 's avonds dus de repetitie voor
De dansvoorstelling op 7 en 8 december hier in Brest. Ja. Op de donderdag doe ik even niks. Tenzij we een bestuursvergadering hebben voor Stichting Brielen 2022. Op de vrijdag ga ik naar voorstellingen hier in Brielen om te kijken of het allemaal nog een beetje leuk is. Of ik ben gewoon even thuis met de kids en kijk Harry Potter. Er zijn dus echt vele bezigheden voor jou. En ben je daarin gelukkig? Ja. Ja, is dit je... Ja, en zeker als ik dan ook een klein beetje tegen heilige huisjes aan mag trappen. En die grens een beetje op mag zoeken. Van, is het wel zo? Is het wel zo? Maar is het tegen heilige huisjes aan schoppen? Of is het gewoon scherp houden dat het loopt? Dat het niveau omhoog gaat van waar men je mee bezig is? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het... Ik zou graag willen zeggen dat het schoppen tegen heilig huis. Want dat klinkt gewoon heel erg dapper en stoer en moedig. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon scherp houden en procesbegeleider. Ja, zeker. Ja. Ja, maar ik denk dat is wie jij bent. Als ik je even in een notendop moet omschrijven. Want dat doet je altijd tekort, vind ik. Je bent een prachtig persoon. Maar schoppen tegen heilige huisjes is iets roepen. Maar tegelijkertijd komt daar zoveel vakmanschap bij kijken. Dus ik zou willen zeggen tegen die puber. Wees trots. En het komt goed. Geniet. Dit was Lenneke Mythes. En Nathalie Lemme voor Link Media. Follow your dream.